groot militair eerbetoon. Eigenlijk intiem en kleinschalig zou ik het ook niet noemen. De mannen, zoals aangekondigd was in jacket, niet in militaire kledij. Ze komen daar nu aan. Dit is waarschijnlijk van heel gezien met maskers helpen. Een van de dochters van Prins Andrew en Sarah Ferguson. Sarah Ferguson, die trouwens niet uitgenodigd is, die was een lijst van bijna 1000 potentiële gasten. En dat is teruggebracht naar 30, dus zij was er niet bij. Dit is Mike Tindall en zijn vrouw Sarah. Mm-hmm. Zij was de kleindochter van Anne, Prinses Anne. Het is de dochter van Prinses Anne, sorry. En ze worden daar ter plaatse welkom geheten door, ik neem aan dat dat de deken van de van St. Joseph's Chapel zelf zal zijn, die ook zal voorgaan in de mis en die ook de persoonlijke, zal ik zeggen, kapelaan. De kapelaan inderdaad, en ook de persoonlijke geestelijke, ja, van wie verwacht wordt dat hij waarschijnlijk zeer snel na het overlijden van de hertog, of zelfs bij het overlijden van de hertog, aanwezig was op Windsor. Ja. Wellicht was er dan aan zijn sterfbed, of kort daarna inderdaad aan het doodsbed van Prins Philip. Hij is ook een vertrouweling van de Queen en zal straks voorgaan in de dienst. De gasten die hebben nu dit korte stukje met de wagen afgelegd, maar straks wordt de kist en de majesteit die meegaat met de kist wandelend begeleid, zoals je gezegd hebt, Stef, met de naaste familie, met de kinderen, de kleinkinderen en een honderd aantal uitverkorenen. De militaire muziekkapel speelt nu de lijkwagen door hemzelf omgebouwd. De Land Rover zal zich nu verplaatsen onder de koers van het kasteel rond de Quadrangle. Daar komt de Land Rover. Specifiek verzoek van de Duke met de woorden zou hij gesproken hebben van gooi mij maar in de achterbak van de Land Rover. En dat gaat weliswaar respectvol, maar letterlijk gebeuren. Het is toch pas dat ik nog niet heb. Dit zal wel zo zijn. Wat op de stand van de koude. Orko hoe het er beter is. Zijn om neerleggen. Het verzoek van de familie was om dat
Russische korte. Harry, die zijn graag uit. Sinds Harry. Die is al heel lang geleden gezet, zoals de kist die er zo meteen aankomt, is maar liefst 30 jaar geleden. Al wijs is op. Komt de Harry Ik heb een piece geleerd gekregen. Ja. Dat is het eerste belangrijke contract. Dat is de Baron-Alphonse-Meer. Dat is de Lord Chamberlain van de Queen. Dat is de hoogste functie in haar directe omgeving. En die man is aan het aanbehoren begin deze maand. Queen heeft van week al afscheid genomen van zijn voorganger. Die is met zoek gegaan, inderdaad. Maar die met de zoek gegaan. En dit is het eerste grote ding wat zij krijgt. Het voormalige baas van de vroege MI5, de spionage. Die net zo prominent in beeld was, dat duidt erom op het belang van paardenmen, wat je al zei, wat is in het leven gebeurd. En ook het feit dat er één, bijna één persoon, is een vriend, is een ver voor wie, is eigenlijk heel goed. Dat kan ik nou. En van de Queen, die daar heel vaak in de koets naast hem. Wie zal dat doen? Wie zal dat vertellen? Het is bijna allemaal familie die straks aanwezig kunnen zijn, maar terwijl die Nashville, de Lady Greyhound, wat daarmee het is Hamne meer zo? Hamne tot de kant zijn. Maar ik doe het ook. Niet te lachen. Thomas de Hera is te lachen. Ik doe het ook. 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 Ik doe het